Het nieuws van 1 Twente van woensdag 17 april. Bornebroek gaat voortaan nog maar één keer per jaar collecteren. En schoolhond Pieter is misschien wel de leukste hond van ons land. Hoe is het om een schoolhond te hebben? Wel leuk. Wat vind je daar zo leuk aan dan? Omdat ik dyslexie heb en dan kan ik veel relaxed lezen. Goedenavond. Het is het gesprek van deze week. De wedstrijd tussen Jong Ajax en FC Twente van vrijdag. Gisteren werd bekend dat de gemeente Ouder Amstel en Amsterdam de wedstrijd hebben afgelast. Uit angst voor ongeregeldheden. FC Twente speelt dus vrijdag niet, maar kan die avond wel kampioen worden als Sparta verliest van Helmond Sport. De bizarre gang van zaken houdt de supporters bezig. We willen toch met veel meer uitsporters er naartoe. Nou, dan zeggen wij van ja, regel maar wat anders. En als het dan volgens hun niet kan, nou, dat trekken wij onze inconclusies en doen wij gewoon wat wij zelf willen. En dan zien we het resultaat van. Erg leuk vind ik het niet. Want ik was een van de 185. Ik had een kaartje, dus ik verheugde me wel op de wedstrijd. Maar van de andere kant, maandag kampioen worden in Enschede is ook fantastisch. Ik denk dat het nou wel goed is. Dat gewoon maandag lekker thuis winnen voor Jong AZ en dan lekker thuis kampioen worden. In plaats van met 185 man in het uitvak zitten, ja, natuurlijk wel een goed feest dan. Als het allemaal mogelijk. Maar ja, bang. Amsterdam is bang. Dan moeten we maandag maar kampioen worden, toch? Ik ben er blij mee. Waarom? Nou, ik denk dat, dat daar donderdagavond, wat ik een beetje begrepen heb, zo van allerlei dingen die je zo hoort, was er van plan om daar met een hele groep heen te gaan. Nou ja, blijft het netjes, loopt het uit de hand. Ik denk dus het laatste. Dus conclusie, heel verstandig. En FC Twente kan dus vrijdag kampioen worden zonder zelf te spelen. En anders is er maandag op tweede paasdag een nieuwe kans op het kampioenschap in de eigen Grolsvesten tegen Jong AZ. Kunnen paasvuren in Twente wel doorgaan? De brandweer heeft het risico op natuurbranden ingeschaald op fase 2, een soort code rood. Omdat het droog is en het warm weer wordt, is de kans op natuurbranden groter. De meeste Twentse gemeenten hebben nog geen besluit genomen over de paasvuren. Wel worden mensen die een vergunning hebben aangevraagd extra voorgelicht en moeten er overal extra voorzorgsmaatregelen worden genomen, zoals de grond nat houden en het plaatsen van extra watertanks. Het dorp Bornebroek heeft een oplossing voor het gebrek aan collectanten. Voortaan komt er elk jaar nog maar één collectant langs, die dan gelijk voor 11 goede doelen geld ophaalt. Inwoners van Bornebroek krijgen een envelop in de bus waar ze het geld in kunnen doen of waar ze een machtiging op kunnen invullen. Ook kan worden aangekruist welke van de 11 goede doelen een deel van het bedrag moet krijgen. Met een smoesje werd hij gisteren naar de Universiteit Twente gelokt. Jacco Vonhoff werd daar verrast met de Ten Hag prestatieprijs. Dat is een prijs voor de promotie van Oost-Nederland. De Zwollenaar, die van oorsprong uit Enschede komt, is niet alleen directeur van schoonmaakbedrijf Novon, maar hij is ook voorzitter van MKB Nederland. Zeg maar de omschrijving van de prijs is dat iemand, maar dat kan ook een instelling zijn, Oost-Nederland op een bijzondere wijze op de kaart zet. In ieder geval nationaal en of internationaal. Er zijn ooit een aantal hele grote sporters geweest, als een Henny Kuiper, als een FC Twente toen ze kampioen van Nederland werden. Dat was toen overschamen met de Graafschap. Dat is de enige andere keer dat we hier ook bij de UT deze prijs hebben gedaan. Een Anne van der Meijden, die zeg maar professor is op het gebied van de taal, de Twentse spraak en of de Saksische talen, bijzonder onder de aandacht heeft gebracht. Een instituut als het Roesink, maar zo hebben wij daarna een hele rits van hele mooie winnaars. Erik Dijkstra vorig jaar, die ook zeg maar zijn afkomst niet verloochent. Dames en heren, de winnaar van de Ten Hag Prestatieprijs 2019 is de voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhoff. Allereerst even gefeliciteerd met de prijs. Ja, dankjewel. Dat was een verrassing. Een serieuze verrassing. Hier naartoe gelokt naar Enschede. Hoe ging dat? Nou, ik werd de auto ingestuurd met het verhaal dat ik naar Twente moest, naar Enschede. Om een verhaal te houden over het klimaatakkoord en de gevolgen voor MKB-bedrijven. En dat verraste me een beetje, want ik was wat anders geïnstrueerd daarvoor.
Dus ik zat in de auto en ik zat mijn stukken te lezen. Ik denk, nou, als dat goed komt, komt alles goed. Maar nogmaals, ja, achteraf gezien was het één groot complot en prima. In het geval van Jacob Vonhoff is dat geweest omdat hij eigenlijk in hele korte tijd letterlijk en figuurlijk opgeklommen is op die ladder. Hij is met een bestelbusje en een ladder op die auto begonnen als glazenwasser. Hij heeft nu een heel mooi bedrijf, maar doet daarnaast ook een heel aantal dingen voor de maatschappij. Ik vind het heel eervol. En dan vraag je af van ja, waarom ik dan? Hè? Want ik ben ook maar, iemand heeft mij gevraagd om voorzitter MKB Nederland te worden. En of dat nou per se een prestatie is. Maar als ze dan zo'n heel cv, want dat doen ze. Ze vertellen allemaal alle goede dingen over je. Want dat helpt wel. Nou, dan lijkt het wel wat. En, dus ik kreeg langzamerhand in de gaten dat het over mij ging. En toen dacht ik, oh. Nou, en dan, ja, dan is het toch heel, heel gaaf, heel bijzonder. Schoolhond Pieter zou wel eens de leukste hond van Nederland kunnen zijn. De hond van Erna Nijenboer uit Hengelo is een van de 5 genomineerden in een verkiezing van radio-dj Gerard Ekdom. Erna neemt de hond elke dinsdag mee naar basisschool De Noorderborg in Almelo. Hoe komt het dat Pieter de schoolhond meedoet aan de leukste hond van Nederland? Er was een bericht op Facebook, een oproep. En mijn nichtje heeft daar mij in getagd en hem eigenlijk opgegeven. En ik heb aangevuld met een foto en een klein stukje tekst over de schoolhond. En vrijdag werd ik gebeld dat ik al bij een lijst van, ik geloof, 11 of 12 honden zat. En gisteren in de uitzending is bekendgemaakt dat hij bij de laatste 5 zit. Dus we gaan voor de finale. U heeft een schoolhond, Pieter. Ja. Wat doet Pieter voor de kinderen hier? Hij kan op verschillende manieren in worden gezet. Bij een stukje sofa-training, sociale vaardigheidstraining. Bij moeilijke gesprekken hebben we allebei de neus dezelfde kant op. En dan wordt een kind is dan minder confronterend en dan vertellen ze vaak eerder wat hun dwars zit. Hij wordt ingezet als leeshond met kinderen die een hekel hebben aan lezen of dyslectische kinderen. Hij oordeelt niet, hij tikt ze niet over de vingers dat ze fouten maken. Dus zorgt voor hun zelfvertrouwen. Hoe is het om een schoolhond te hebben? Wel leuk. En wat vind je daar zo leuk aan dan? Omdat ik dyslexie heb en dan kan ik veel relaxed lezen. Maar graag niet. Ze ligt op de grond. De baas van Bella gaat naar haar toe. De kinderen vinden het geweldig. Er heerst wat meer rust op school. Ze weten ook dat als ze gaan rennen, dat Pieter geneigd is achter ze aan te rennen. Dus ze lopen rustig op school. Ze weten ook dat hij veel beter hoort. Dus het is vaak dat het wat rustiger is. Er wordt wat minder gegild. Pieter is getest. We hebben de therapiehondenopleiding gedaan. En daar heeft hij een gedragstest gehad, want niet elke hond is geschikt ervoor. En die gedragstest moet elke 2 jaar opnieuw vernieuwd worden. En het gaat er naartoe dat het elk jaar wordt. Dan het weer voor Twente. Vandaag was er wat meer bewolking, maar het werd toch nog een heerlijke 19 graden. Morgen trekt de bewolking weg en is er meer zon. De middagtemperatuur komt morgen en ook in het paasweekend uit op 22 graden. En ook na Pasen blijft het nog heerlijk voorjaarsweer met zo'n 20 graden in de middag. En tot zover het 1 Twente nieuws voor vandaag. Zometeen op 1 Twente Happy Campers met de euro's en een nieuwe aflevering van onze serie Liefde maakt blind. Nog een fijne avond verder.